De ziekenboeg van NAC loopt steeds verder leeg. Nog een vijftal spelers werkt hard aan het herstel, terwijl drie van hen op het punt staan om terug te keren. Voor Robbie Hamouts en Chiro en Toko geldt dat zij nog enkele weken moeten revalideren voordat ze terugkeren bij de selectie. Bodie Brusselers mag optimistischer zijn. Zijn terugkeer van een knieblessure staat voor de deur. Datzelfde geldt voor Bart Meijers, die deze zomer werd geopereerd aan zijn schouder. De verdediger legt uit hoe zijn herstel verloopt. Het herstel loopt voorspoedig, dus aan het eind van de maand heb ik een afspraak bij de dokter. En als het goed is, krijg ik groen licht om dan weer alles mee te mogen doen. Kun je eens uitleggen hoe afgelopen zomer voor jou is geweest? Je hebt volgens mij een operatie gehad, lang herstel. Hoe is het voor jou verlopen? Ja, net na het feest op de Grote Markt werd ik dan geopereerd. En ik wist dat er 3 maanden herstel op stond. Dat was een keuze die we samen met de staf hebben gemaakt. En natuurlijk is het heel zuur om heel de voorbereiding te missen. En dat de start van de competitie ook al is begonnen. Dus zit je wel met een zuur gevoel thuis soms. Maar ik wist het van tevoren en ik heb het geaccepteerd. Ja, en dan nu hard werken aan je herstel. Wanneer verwacht je weer aan te sluiten? Wanneer verwacht je weer minuten te kunnen maken? Ik verwacht met de trainingen eind van de maand aan te sluiten. En met wedstrijden, ja, dat ligt allemaal aan mezelf. Ik neem aan dat ik eerst nog een wedstrijdje bij het tweede moet gaan spelen om weer wedstrijdritme te krijgen en om volledige 90 minuten te kunnen spelen. En dan zullen we zien hoe het loopt. Een andere verdediger die binnenkort terugkeert is Fabian Sporkslede. Hij miste de start van het seizoen van NAC vanwege een knieblessure, maar ontving deze week goed nieuws. Ja, we hebben onderzoek gedaan met de nieuwe clubarts ook. Daaruit is via MRI-scan naar voren gekomen dat het in principe meevalt met mijn knie. Dat ik vooruit kan kijken, langzaam kan opbouwen en mijn oog richt op Sparta. Kun je eens uitleggen wat precies het probleem was? Ik liep na Excelsior liep ik met een dikke knie. Er zat wat vocht in. Niet iets waar ik daardoor niet kon trainen of wat dan ook, maar wel iets wat aan het irriteren was. Toen bleek toch wel nodig dat er onderzoek moest worden gedaan, omdat het niet minder werd. Daaruit is gebleken dat ik wel dat die knie eventjes rust nodig had. Maar gelukkig dat het hopelijk bij 2 weken blijft en dat ik zo snel mogelijk weer bij de groep kan aansluiten. Is het dan een soort van opluchting ook als je te horen krijgt dat het eigenlijk toch wel meevalt? Misschien bereid je je voor op een slechte scenario? Het was natuurlijk wel een fikse teleurstelling dat ik de eerste 2 competitiewedstrijden nu moet missen. Alleen met de knie is het natuurlijk inderdaad, ben je wel opgelucht dat het hopelijk bij 2 weken blijft. Ik werk gewoon hard, ik maak lange dagen om zo snel mogelijk weer bij de groep te zijn. En dan bij Sparta hopelijk weer in actie kunnen komen. Daar ga ik voor. Ik kijk het wel gewoon per dag. Maar dat is wel waar ik op hoop. Datzelfde geldt voor Bart Meijers, die niet kan wachten om weer op het veld te staan. Ja, zeker. Ik sta te trappelen. Ik had er wel eens moeite mee om alle jongens te zien voetballen. En dan zat ik binnen in het krachthonk wat te doen. Maar nu ik zelf weer op het veld sta, is het wel wat minder. Maar ik sta natuurlijk te popelen om te kunnen beginnen, ja.